Goedemorgen jongens. Ik neem het even op. Ik wil ook even een experimentje of ik zeg maar dit ook dan gewoon als een filmpje online kan zetten. Dus ik moet even kijken of dat werkt. Want degene die het dan missen of als je nog een keertje wilt terug horen, dan kan je dat gewoon online dus bekijken. Dus ik weet niet of dat gaat werken, maar we gaan het proberen in ieder geval. De presentatie. Dus dan zie je gelijk dat die slides dus in een filmpje, dat die verder gaan en je hoort me dan ook praten, zeg maar. Dus dan kan je nog een keertje terug kijken. Ik hoop in ieder geval dat het lukt. Ik weet het niet zeker. Dynamiek en stagnatie, twee onderwerpen voor je examen. Daar gaan we nu vanaf nu mee aan de slag. Tot en met juni week 3. Want dan heb je hier een meesterproef over. Over dynamiek en stagnatie. Ja. En in juni week 2 hebben jullie een meesterproef over de stof die je tot nu toe hebt gehad. En daar valt ook de reformatie en de opstand onder, die je dus nu net hebt afgemaakt. En dat is dus in juni week 2, meesterproef 2 is dat. Mark? Ja, dus de reformatie, de opstand, wat heb je nog meer gedaan? Precies, die moet je allemaal, dat wordt allemaal meesterproef 2. Meesterproef 3 wordt dus dynamiek en stagnatie en dus Vietnam. Dus hele examenstof. En als je vanaf nu gewoon bijblijft, drie uur per week, 2,5 uur. En ik zal nog even uitleggen wat je allemaal kan gaan doen. Dan kom je er wel. Dan ben je al bijna klaar voor je examen. En dan na die meesterproef 3 weet je precies waar je aan toe bent. Of je nog meer aan Vietnam moet doen. Of je nog meer aan de Republiek moet doen. Of je nog meer aan bronnen moet oefenen. Of je kennisbegrip op niveau is. En dan heb je nog een maand om nog voor je centraal schriftelijk voor te bereiden. Maar dat kan je dan heel specifiek aan de hand van meesterproef 3 doen. Mark? Ja, je moet nog één inleveren. Ja, ik heb heel veel oefenmateriaal nog voor jullie. Dus waarmee ik kan. Ja, en in 3. Wat je tot nu toe hebt gehad. Dus onder andere de reformatie, de opstand, feodaal stelsel, nou, dat soort dingen. Maar dan wil ik even nu met dynamiek en stagnatie beginnen. Vietnam beginnen we in het nieuwe jaar mee. In januari. En ja, kan je hem dichter? Thanks. Je ziet hier een schilderij, uit 1648 is dit. Hebben jullie enig idee wat er toen gebeurde en waarom dit zo'n feestelijke bijeenkomst was? Gouden Eeuw. Het zit midden in de Gouden Eeuw, inderdaad. En wat gebeurde er halverwege de Gouden Eeuw in 1648? Ja. Precies. Ja, nou, die was al eerder geboren in 1588, maar dit is zeg maar de officiële erkenning van alle andere staten. Spanje, dat is vrede gesloten met Spanje, dus nu was de Republiek officieel erkend door heel veel andere landen ook, waarmee het in oorlog was, met name de Spanje. En je ziet hier een typisch schilderij uit de Republiek. Weet je ook waarom dit een typisch schilderij is? Is het heel erg alleen op een rijtje? Of? Nou, ten eerste de kleding inderdaad. Het is sowieso wel 17e eeuws. Maar wat nog meer? Wat voor mensen zie je hier waarschijnlijk? Ze zijn welvarend. Je hebt het hier waarschijnlijk over de hogere klasse inderdaad. Is het de hoge adel? Ja, de hoge klasse. Ja. Nee, want wat maakt de Republiek nou zo uitzonderlijk? Politiek gezien ook, daar komen we nog op terug, maar daar wil ik nog niet te veel op ingaan op dit moment. Nou, ten eerste geen koning, de adel was relatief zwak in de Republiek. Dus wat je hier over het algemeen ziet is ook wel adel hoor, daar niet van. Maar over het algemeen zijn het ook gewoon rijke koopmannen die hier feest lopen te vieren. En dat maakt de Republiek ook zo'n uitzonderlijk verhaal. En daarom is het ook wel representatief. Het is het hoogtepunt van de macht, het is echt midden in de Gouden Eeuw. De Republiek is het machtigste land ter wereld. Nou, een van de machtigste landen ter wereld in ieder geval. En degene die hier dus aan de macht zijn en die zich ook laten vertonen en ook zich laten schilderen, en dit is ook een nieuwe manier van kunst ook, dat zijn dus de welvarende burgers die dus aan de macht zijn. En de Republiek, je ziet hier enkele dingen terugkomen. De Republiek als grootmacht, de schilderkunst die enorm innovatief is, en dat hangt ook weer samen met economische groei. Het is enorm realistisch en de Republiek stond dus ook op dat vlak ook op het toppunt van zijn macht. Nou, dat gaan we helaas minder zien.
in het thema. Het heeft minder met kunst en politiek te maken, maar meer met sociaal-economisch en politiek. Dat maakt het wel een iets taaier onderwerp. Hoe is het dan opgebouwd? Nou, hoofdstuk 1 is de voorgeschiedenis van Holland. Het gaat, als je het hebt over dit thema, hebben ze het over de Republiek, maar het gaat met name eigenlijk over de staat Holland. En je had 7 aparte staten en Holland was daar een grootmacht binnen die 7, met die 7 andere staten. Hetzelfde gaat eigenlijk voor de Gouden Eeuw en de Zilveren Eeuw. Het gaat met name dus over het gebied Holland. Dan is er een splitsing gemaakt tussen economische, in dit geval bloei, en daarna een politiek en sociaal paragraaf. Dus er zit een hele duidelijke scheiding in die onderwerpen. En je kan dan ook een heel mooie vergelijking maken tussen de 17e en de 18e eeuw, want daar hebben we het hier over. En we beginnen rond 1200 en we eindigen in 1800 met de Verlichting, Franse Revolutie, de stichting van de Bataafse Republiek, dat is het eindpunt. Dan gaat het hier dus wat minder, dus weer ook economisch. En dan gaan we kijken naar de landbouw, de handel, dat soort dingen allemaal. En daarna ook weer hoe het politiek en sociaal ging. Het staatje zit hem in de achteruitgang. Zo rond 1780 gaat het helemaal mis in de Republiek. Economisch, dan gaat het echt, dan heb je een enorme depressie is er dan eigenlijk. Geen recessie, maar gewoon echt flinke krimp. Politieke strubbelingen, oorlogen die verloren worden. En uiteindelijk in 1795 dan maken de patriotten, de verlichte denkers in Nederland, maken dan een einde aan de republiek zoals die dan bestaat. En ze stichten een nieuwe republiek en dat is de Bataafse Republiek. Nou, dat zijn allemaal dingen die jullie over een aantal weken heel bekend moeten voorkomen. Dan moet je dit gewoon ook kunnen opsommen. Dit hebben jullie gedeeld, moest jullie ook al bekend voorkomen. We gaan nu veel meer de diepte in, veel meer detailkennis, veel meer jaartallen. Het gaat echt een stukje hoger dan wat je tot nu toe wel gewend bent. Maar over 5-6 weken moet je dit wat verhaal wat ik nu heb, want dit is echt even een hele bondige samenvatting van de stof, moeten jullie zelf ook kunnen opleveren. Daar ga ik wel van uit. Oké, okay? Dus het moet allemaal dan straks heel bekend voorkomen. Als het niet zo is, moet je niet schrikken. Nou, het is een taai onderwerp. Ik vind het zelf wel heel leuk, want de Republiek is echt een unieke staat in de geschiedenis. En zeker ook in de vroegmoderne tijd is het redelijk uniek. En heel veel heel belangrijke historici hebben zich altijd bezig gehouden waarom het nou zo ook zo is gekomen. Het is toch een heel klein landje, omringd ook door hele grote landen. Frankrijk, Engeland, Duitse gebieden. Ze hebben Spanje van zich af weten te werpen. Daarvoor het machtigste land. Maar ze hebben wel een hele sociaal-economische insteek gekozen en vandaar dus dat urbanisatie, demografie, marktwerking, stapelmarkt, oligarchie, je ziet ze hier allemaal staan. Dat soort dingen moeten hier allemaal bekend voorkomen. En dat moet voor jullie, als E&M'ers, vind ik dus geen probleem zijn. Jullie hebben ook economie en aardeskunde in je pakket zitten. Dus dit soort woorden veronderstel ik nu eigenlijk ook al als bekend, want hier hebben jullie volgens mij al mee gewerkt. Als we het hebben over demografie, waar hebben we het dan over? Ja, je hoort het woord bevolking, bevolkingsopbouw, de samenstelling daarvan, daar ga je naar kijken. Wat is een oligarchie? Meerdere machten, Maar is het dan ook een vrije markt? Hebben we het dan over vrije? Nee, je hebt grote meerdere. Precies, je hebt inderdaad, als je schaal hebt, vrije markt en monopolie, dan zit oligarchie toch redelijk dicht bij een monopolie aan. En de Republiek bestond uit verschillende oligarchieën eigenlijk, op politiek en economisch gebied. Dus daar moet je ook een heel goed onderscheid straks in kunnen maken. Nou, we gaan het er heel uitgebreid nog over hebben, hoe je moet leren, wat je moet doen, hoe je dat bij kan houden. Kan je wel vast even wat tips geven? Kijk vooral naar de kaarten. Maak ook vooral kaarten. Ik zal je nog gewoon wat blanco kaarten van Europa en van de Republiek geven, zodat je die ook zelf kan bijhouden. Hoe meer je zelf doet, hoe beter je het ook onthoudt, hoe actiever je ermee bezig bent. Maak ook tijdlijnen. Dat heeft mensen vorig jaar extreem goed geholpen. Je moet gewoon ongeveer weten wanneer wat gebeurde. En je moet weten waar wat gebeurde. En daar moet je een redelijk basisbegrip van hebben. Maar wanneer, dat kan je ook heel makkelijk visualiseren door een tijdlijn te maken. Het staat ook allemaal in je boek, maar het is ook handiger als je het zelf doet. Dan ben je ook heel actief aan het leren ook al. Schema's gaan we redelijk veel meer nog wel wat mee doen ook. En we gaan ook nog kijken naar de stofomschrijving. En dat is zeg maar wat dan de overheid zeg maar heeft gezegd van nou, dit moet je dan precies weten. En dat is eigenlijk een soort samenvatting ook weer van wat er in die examenkatern staat. Nou, als het goed is hebben jullie 3 boekjes gekregen. Of hebben jullie 3 boeken? 2 van deze, eentje van de Republiek en eentje van Vietnam. We gaan dus eerst met deze aan de slag. Deze bewaren we, kan je straks voor Unique Week 3 nog, die laatste meesterproef gebruiken. Maar wilde ik met name ook bewaren voor
voorbereiding op het eindexamen. Als we nog met examentraining bezig gaan. Dus je mag er wel mee aan de slag. Er staat een goede samenvatting in. Staan ook goede tips in. Kijk er vooral ook alvast even in. Helpt je ook heel goed. Maar dit is echt even om gewoon de basisstof gewoon je eigen te maken. Dus hier gaan we voornamelijk mee werken. Ik dacht dat ze juist mee moesten. Ja, het gaat met name om deze. Dit is gewoon hoe je nu de stof eigen maakt. En dat is gewoon nog even om de puntjes straks op de i te zetten. En zo gaat het zeg maar tot en met mei gaan we dus daarmee aan de slag. Nee. Het gekke van geschiedenis is dat je gewoon twee thema's en ben je klaar. En kan jullie in principe, kan ik jullie gewoon in een half jaar hiermee, zonder dat je echt heel veel voorkennis hebt, kan ik jullie ook wel voorbereiden gewoon op je eindexamen ook. Dat gaat wel anders worden trouwens. Ja, nou ja, hopelijk wel. Het zou leuk zijn. Nou, er is wel een probleem met de stof. Het is heel, heel feitelijk. Het is, er zit ook niet echt een mooie hoofdvraag. Er wordt wat dat betreft ook, er wordt wel heel veel feitenkennis van jullie verwacht. En dat je heel veel oorzaken en gevolgen kunt schetsen. Maar er wordt niet echt een bredere context gezet. En dat wil ik eigenlijk wel even toch ook met jullie doen vandaag. Ik vind het belangrijk dat je wel even iets breder kijkt dan alleen maar hier in wat er in het examen wordt voorgeschreven. Vind ik, dat hoort er gewoon bij. En eigenlijk de vraag die ze zich niet stellen, of die er wel in zit, is dat ze veronderstellen dat er vooruitgang is in de Republiek. De Gouden Eeuw, daar zit al een bepaalde veronderstelling in. Dat het goed gaat met de Republiek. Dat dat een geschiedenis is om trots op te zijn. Nou, daar kan je gewoon wel vraagtekens bij zetten. En mijn vraag dan ook aan jullie is, van wat verstaan jullie dan onder vooruitgang? Omar. Ik denk dat vooruitgang bedoel je sociaal-economische groei. In de godsdienst of hoe de land zeg maar vooruit gaat, zeg maar, en problemen die er waren of die al opgelost. Oké, je noemt heel veel dingen nu. Je noemt ze ten eerste sociaal en economisch. Dat, die kan je ook scheiden van elkaar. Wat bedoel je met sociale groei? Sociale groei, zeg maar, contact met andere landen en zo. Hoe het binnen hun land sociale gebeurt, zeg maar. Dat iedereen, dat er niet kleinere stammetjes zijn, maar gewoon één Nederland is. Oké. Okay. Je moet inderdaad, en daar wil ik ook wel even op hameren, dus je moet wel heel goed, want je noemt wel verschillende dingen die niet per se onder sociaal vallen. En je noemt contact met andere landen, dat is echt politiek. En als je het hebt inderdaad over interne cohesie, dat er weinig conflicten zijn, dan heb je het inderdaad meer over sociaal. Maar ook weer over politiek. En ik wil wel dat jullie heel goed realiseren dat, en daar ga ik echt wel op hameren, dat sociaal, politiek, cultureel, economisch, religieus, dat je precies weet wat eronder gaat vallen. Want een zestal vragen uit je examen, dan wordt ook gevraagd van, geef eens wat sociale gevolgen van, en dat je die ook in een context kan zetten. Maar dan moet je wel heel helder hebben wat sociaal ook is. Dus je noemt wel een paar hele goede dingen, denk ik ook. Je kan niet alleen maar naar economische groei kijken. Maar sociale cohesie, dus dat er ook misschien weinig verschil is tussen arm en rijk. Dat is een heel ander iets dan alleen maar kijken naar, van is een land rijk? BNP zegt helemaal niet zoveel, denk ik. Maar als je kijkt naar BNP per hoofd van de bevolking, zegt dat al veel meer. Maar waarom zegt dat ook weer niet alles? BNP. Ja, er kan ook een heel groot verschil. Je kan heel veel miljardairs hebben en een extreem grote groep van armen. Maar dat je nog wel een hoog gemiddeld BNP hebt per hoofd van de bevolking. Ja, dus dat soort vragen moet je wel even toch in je achterhoofd houden. En je kan dus verschillende punten pakken. En ik denk als je op al deze punten kijkt, cultureel, politiek, economisch, sociaal, dan doet de Republiek het relatief gezien goed. En als ik zeg relatief, dan bedoel ik dus in vergelijking met de omringende gebieden en landen. Als je kijkt naar Frankrijk, Engeland, nou, dan is het, vergeleken met ons, is het sociaal echt rampzalig. Grote armoede, honger, niet echt een groot sociaal vangnet, zoals je nu hebt. Maar als je gaat kijken dan naar Frankrijk, ja, dan gaat het ineens wel weer een stuk beter met de Republiek. Dan is het heel goed. Politiek gezien, het is een grootmacht. Het is de eerste, wat je noemt, een global superpower. Die dus zijn tentakels over de hele wereld kon uitstrekken en ook afdwingen. Dat is daar James Kennedy, dat is een historicus, heeft daar mooi onderzoek naar gedaan. Economisch eigenlijk hetzelfde. Economische innovatie, economische groei. Alle moderne economie is eigenlijk in de Republiek ook geboren. Hè. Aandelen, de structurering van de financiële markten, de voorloper van de industriële revolutie, dat is allemaal in de Republiek gebeurd. Cultureel, we kennen allemaal Rembrandt en dat soort schilders. Ook daar was het dus een voorloper. Wetenschappelijk gezien was het een voorloper. Alle grote wetenschappers, filosofen zaten in de Gouden Eeuw in Amsterdam of in Leiden of in Delft.
Daar studeerden ze, daar schreven ze boeken. John Locke, een heel beroemde filosoof, heeft hier gezeten.